Klopt. Ja? Nou, dus daar gaan in de twee tak diesel, Kromhout, bouwjaar 1928. Hij kan zonder voorwarmen niet starten. Je moet hem voorstoken met een gasbrander. We starten hem met perslucht. 48 op 8 is genoeg. En hij kan aandrijven en Alina maal koppel en een schoonmachine. Zijn vermogen is ongeveer 22. Ouderwetse pk's en het bouwjaar is 1928. Hij is bijna vierkant van afmetingen in de zin van slag en diameter. Het scheelt heel weinig, het scheelt maar 30 mm. En ja, hij is nog steeds in prima conditie, zoals je ziet. Maar het is geen scheepsmotor, hè? Nee. Het is specifiek. Een landmotor voor vaste opstelling en een vast toerental. Oké, dank je voor de info.